We vinden het zeker belangrijk om een gezonde voeding aan te bieden bij ons op school. We proberen toch wel ons aandeel een beetje door te drukken. Zo is er altijd water aanwezig. Kinderen nemen een drinkfles mee. Mag in de klas staan, zowel kleuterklassen als in de lagere klassen. Mag zelfs op de bank staan. Fruit aanbieden doen we ook. We hebben een aantal jaren geleden een tutti-frutti-momentje gehad, waar ze op woensdag eens een ander stukje fruit mochten proeven. Wij weten dat wij als school maar een klein aanzetje kunnen geven. Dat thuis ook wel een heel belangrijke rol speelt wat ze daar krijgen. Maar we proberen zo toch al een eerste stimulans te geven. Mondjes toe. Ook sport vinden we belangrijk. In het lager proberen we ook. In het eerste, tweede leerjaar gaan we wekelijks zwemmen. Dat is dan ook te voet dat we daar naartoe stappen. Dus zo weinig mogelijk eigenlijk. Dat busvervoer, als het dichtbij is, proberen we altijd te stimuleren om te voet of zelfs de hogere leerjaren, vijfde, zesde leerjaar, om dat met de fiets te gaan doen. Ik vind het superbelangrijk dat kinderen bewegen in de basisschool. Dat ze de kans krijgen om gestructureerd een keer les te krijgen. Dat niet alleen dat vrijspel is, maar dat ze ook leren omgaan met winst en verlies en zo. En dat gebeurt niet wanneer dat ja, een vrijspel is. Dan komen ze daar minder in contact mee. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik vind dat bijvoorbeeld super dat sommige leerkrachten zelf een keer met hun kinderen een bewegingsmoment inlassen. Al is dat maar Just Dance op de beamer laten zien of mijn kinderen buiten een keer een tour gaan lopen samen. Dat motiveert hen enorm. Ik snap dat dat niet altijd makkelijk is om meer turnuren in te lassen binnen een school. Maar gewoon dat ze de kans krijgen om ook een keer even na een toets of zo, ik zeg maar iets, dat ze op dat moment een keer even kunnen stoom aflaten en een keer volledig hun kunnen laten gaan. We hebben nog maar het project Oog voor Lekkers achter de rug. Want het is natuurlijk fijn als je dan de wedstrijd wint. Maar dat was niet het doel. Het doel was dat we de materialen van hen ook konden gebruiken. En ons eigen thema's en projecten rond gezonde voeding zo konden verrijken en uitbreiden. De eerste stap die we zetten als we zien dat kinderen naar obesitas neigen, is eigenlijk via de medische consults van het CLB. Zij gaan daar een screening doen en echt vaststellen of een kind binnen de curve is naar overgewicht neigt. Wij zullen zeker als school ouders meenemen, een beetje als vertrouwenspersoon, om ook samen te gaan kijken. Ligt het aan het voedingspatroon? Is het sportelement te weinig aanwezig bij dat kind? En zo proberen wij toch wel samen een oplossing of een mogelijk traject voor dat kind te gaan uitwerken.